Hallo allemaal. Een kortingsactie voor de meivakantie. Alles is voor de helft van de prijs. Een persoonlijke reading naar keuze. Aan te vragen via mijn website. De link staat in de beschrijving van de video. Gaan we door naar de video. De legging voor de steenbok. Magisch gebed. Dus laat de magie door je heen stromen en maak je dromen waar. En het hol van Oregon. Het is waardevoller om een risico te nemen dan om het op veilig te spelen. De nummer 18 en 19. Dus nieuwe gebieden om te ontdekken. Nieuwe avonturen. Beleven. Kracht. Beker 6. En de bekers 5. Dit gaat om een relatie die al wat langer teruggaat. Van een soulmate zijn, de beker 6. Het is de bedoeling dat je de kracht in jezelf vindt en ervoor gaat. Het risico neemt en het gewoon doet. De magier. Schildknaap van Kelken. En de aas van zwaarden. Duidelijkheid komt eraan. En ik denk in de vorm van een bericht wat naar je toe komt. Communicatie of een bericht. Het kan zelfs een excuus zijn over het een of het ander. Maar ik zie sowieso een hele nieuwe start voor jou. Koningin van Kelken. Staven 4. En geduld. Ja, dus dit is iets wat eigenlijk al een tijdje op zich laat wachten. Hè? Het kan zijn dat je het zelf hebt uitgesteld tot het moment waarop je je sterk genoeg voelt om dit aan te gaan. Die verandering komt eraan. Deze relatie die gaat naar het volgende niveau, dus een huwelijk. Eventuele zwangerschap, kinderen. Word sterker.
De schildknaap van Kelke Bekers en de hoge priesteres. Het openen van je hart. Vertrouwen. Ik denk dat dat lastig is geweest in het verleden. Misschien is dit de relatie zelfs daarom verbroken geweest. Of is er wat afstand geweest. Omdat die toenadering tot elkaar wat lastig gaat. Ik denk dat dat ook hetgene is waarvoor je die kracht moet voelen. Waarvoor je krachtig, sterk moet zijn. We hebben de pentakels 4 en de zwaarden 6. Zoals ik al zei net, dit gaat om een relatie die al ver teruggaat. Die zo te zien een tijdje verbroken is geweest. Maar die dingen zijn nu weer kalm geworden tussen jullie. Het is allemaal gezakt, dat wat er aan de hand was. Jullie hebben elkaar nooit echt losgelaten. Ik heb de ridder van zwaarden en de bekersfeer. Er is afstand geweest. Het zou kunnen dat jullie met een ruzie uit elkaar zijn gegaan. Maar zoals ik net al zei, jullie hebben elkaar nooit losgelaten. En jullie blijven verbonden aan elkaar. Oordeel en de pentakels 2. Het contact komt terug tussen jullie. Contact komt terug. Het zou kunnen dat er nog een andere persoon hierbij is betrokken. Aan jouw kant of aan die andere kant. Want ik zie een soort twijfel of zo tussen twee personen. Het is zo dat als jullie contact weer terugkomt tussen elkaar, dan verdwijnt de rest eigenlijk. Dus niemand is meer geïnteresseerd in iemand anders. Eigenlijk. Met de staven 4 en de ridder van staven. Sterke aantrekkingskracht is er tussen jullie. Dat is ook wat jullie aan elkaar bindt, zeg maar. Dus het zorgt ervoor dat je aan elkaar bent blijven denken in de tijd dat jullie geen contact hebben gehad. Er kan dus een andere relatie bij betrokken zijn. Zou zelfs een huwelijk kunnen zijn. Maar zoals ik net al zei, hè, alles valt eigenlijk in het niet bij die relatie die er is tussen jullie twee. De staven 5 en de keizerin. Dus een zwangerschap zou heel goed kunnen. Dus mocht je dat niet willen, pas dan extra goed op. Er zijn veel dingen om jullie heen die er nog mee te maken hebben. Omdat dit een relatie is die zo ver teruggaat, jullie kennen elkaar van een tijd geleden. Jullie hebben allebei je eigen leven opgebouwd. Dus ja, dat zijn een hoop omstandigheden. Staven 2 en de zwaarde 10. Het is die weg naar succes.
Liefde. Dat is waar je naartoe gaat. En jullie zijn altijd aan elkaar blijven denken. Dus jullie hebben elkaar in de gaten gehouden. Zwaarde 3 en de schildknaap van de staven. Jullie zijn altijd met een gevoel van weemoed eigenlijk aan elkaar blijven denken. En ook hebben jullie allebei die hoop gehad dat het contact zou terugkeren. De beker 7 en de ridder van pentakels. Dus dat is geduld. Geduld wachten. Er moeten een hoop keuzes gemaakt worden, lijkt het wel. En dat heeft onder andere te maken met die omstandigheden die er zijn. Dus jullie levens zijn misschien niet helemaal klaar ervoor om die relatie aan te gaan met elkaar. Dus er moet nog worden gewacht. Het is niet iets wat gelijk van start kan gaan tussen jullie. Maar al met al heel positief ziet het eruit. Ik ga nog even verder met de legging in de verlenging. Gaan we kijken hoe dit allemaal gaat verlopen. Of het echt zo positief is. Of het de tijd bijna is om samen te komen. En wat voor relatie dat zou zijn. Dus ik zet de link voor de verlenging in de beschrijving onder de video. Dus misschien zie ik je daar en zo niet ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké, dag.